Wat valt je op? Ja, dat de mondkapjes weg zijn. Ja, de mondkapjes zijn weg. Maar het zit in de ijskast. Dus meneer Rutte zegt, eerst even rustig worden de mensen. En daarna Poetin de schuld geven van de economische crisis. En daarna heeft meneer Rutte weer gewonnen op een of andere bijzondere wijze. Mm-hmm. Nou, en dan... Ja, zegt hij. Oh jongens, uitbraak, hoor je het? Virus. Oh, man, moet mondkapje weer op. Dan zegt ze, weet je wat we doen? Verplicht vaccineren. Ja, Ernst Kuipers, die gaat binnenkort tekenen voor ons. Tekenen. Nou, lekker. Dat is geen goed teken, hoor. Dan tekent hij dat Kill Bill Epstein misdadiger. Dat die voor jouw leven gaat bepalen. Nou, lekker. Kan toch niet? Dus... Nou, je ziet het, ze doen allemaal net of ze gek zijn, maar dat doen ze al jaren, dus hier moet je het niet van hebben. Maar wacht maar tot het appje er is, dan hebben ze niks meer. Dan zeggen ze, hey, ze hadden ons nog zo gewaarschuwd, die snappies. Ja, en nu, wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Hey jongens, hallo, ik ben aan het praten. Hallo, nou krijg ik die mensen, die denken echt dat ze alleen ter wereld zijn. Kan toch niet? Tjonge jonge. Nou, lekker is dat. Ben ik er weer helemaal uit. Kom weer door jou. Oh, gemeen hè. Oh. Nou, hier zit er geen te huilen naast. Ja, laat maar zitten. Corona. Die mensen hebben 2 jaar lang in de stress gezeten. Dat ze dood zouden gaan. En dat ze opa en oma gingen dood voor de kinderen. En de kinderen waren weer de oorzaak dat opa en oma opgesloten moesten worden. En die mensen die... Ja, die wouden zich niet, die zich niet aan de regels hebben gehouden, dat zijn de boosdoeners. Nou, dat werkt dus niet meer. Toen, daarna hebben ze... Poetin gaan ze nu de schuld geven dat hij de biolabs wil... Nou, laat maar zitten. In ieder geval, je hebt heel veel soorten bio. Maar ja... Oh, nou, dus ik wou het hier maar even bij laten. Dus jongens, Ernst Hugo Kuipers, die gaat... Of ja, ik weet niet of ik het goed zeg, maar die Ernst in die Kuipers, ik zei Hugo, maar dat klopt niet, Ernst, die gaat binnenkort in mei gaat hij tekenen. Dus dan gaat hij soevereiniteit van je eigen lichaam, gaat hij zeggen, nee, mag de World Health Organization mag bepalen wat je, ja, hoe je status is, hè? Hoe sta je ervoor, hè? Sta je nog wel, hè? En op wie zijn grond sta je, dus... En laat maar zitten. Hier mag ik het even bij laten. Doei!